Precies. Welkom iedereen bij deze tweede sessie van deze editie van Boost. Ik ga in Photoshop duiken. We gaan een compositie maken. Dat is redelijk straightforward. Hey? Dus ik heb hier een visual klaarstaan. Ik ga een keer tonen. Eventjes. Ik ben altijd introductie aan het doen, maar toch al een keer. Daar gaan we naartoe werken. Dus we zijn in het thema donuts nog altijd. We trekken dat door naar de andere sessies ook. Dus ik ga een visual opmaken dat kan bedoeld zijn voor zowel naar print toe, maar ook naar social media. Dus ik ga daar een beetje die insteek gebruiken. En er zijn een whole bag of tricks nodig. Je hebt een achtergrond, je plaatst daar verschillende uitgesneden elementen op, wat kleuraanpassingen, wat lichtaanpassingen, een beetje schaduwen. De finishing touch om het wat meer pep te geven, wat meer realistisch te maken. Dat is het. Ik ga er niet te veel over blijven zeveren, want we moeten eigenlijk gewoon echt van start gaan. Voor mensen die de bestanden hebben gedownload om mee van start te gaan, ik heb ook alvast, want dat waren JPEGs, ik heb alvast PSD's ook gemaakt van elke afbeelding. Dat gaat een enorm voordeel zijn, omdat we ook met smart objects gaan werken. Voor wie dat smart objects nog wat onwennig zijn of dat niet goed kennen, dan zal ik dat wel op tijd eens nog uitleggen. Maar er zijn enorm veel voordelen verbonden aan smart objects leren gebruiken. Dus zeker de moeite waard. Oké, okay, ik ga in Photoshop een nieuw document maken. Dat is altijd een goed begin. Hier heb ik al uitleg over het nieuw documentvenster voor mensen die ook het oudere nieuw documentvenster willen. Ik ben meer fan daarvan. Dat kan zeker. Je moet gewoon een keer in je Photoshop voorkeuren duiken. Eerste algemeen general tabblad. Daar gaat een zo'n vinkje zien om dat te kunnen doen. Ik ben hier vooral aan het kijken naar. Ik heb een concreet formaat in gedachten, maar nog niet volledig concreet. Bijvoorbeeld, ik weet, ik ga voor 2000 pixels gaan. Maar ik wil ook een bepaalde specifieke verhouding. Ik denk nu 7, 9 bijvoorbeeld. En dan kan ik hier even goed starten van bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, 2, kan ik hier 2000 of 2000 doen. Ik druk op OK. RGB, ja, dat is perfect. En dan ga ik meteen al met de crop tool van start. Want met de crop tool kan ik eigenlijk op basis van verhoudingen gaan werken. Dat is wel redelijk interessant. De crop tool. We hebben al die fantastische tools in Photoshop, maar de crop tool is er eigenlijk ook wel eentje van. Wordt zwaar veel te weinig gebruikt. Dus een ratio, en dan zou je kunnen zeggen 7 op 9. Dat is puur op verhouding. Dat is nu omgekeerd. Dus gewoon even switchen die twee waarden. En dan weet ik perfect 7, 9. De pixelhoogte wordt voor mij bijgesneden. Ik moet dat niet berekenen. De breedte is nog altijd 2000. Perfect. Ik ga dat hier gewoon op bevestigen klikken. En dan ga ik mijn elementjes erin slepen. Ik ga ze alvast in één keer allemaal gaan doen, zie. Dat is interessant. Ik kan misschien de AI nog even laten wachten. Dus dat is het handige. Als je een drag and drop doet, dan kunnen meerdere smart objects in één keer doen. Dus gewoon drie keer bevestigen, uiteraard. Ik ben gewoon op enter aan het drukken. Dat is een groot verschil als je gaat voor place embedded, want dat is eigenlijk nu wat er drie keer gebeurd is. Dat kunnen nu wel op die manier drie in één keer doen. Dus dat is place embedded. Dat zijn embedded ingesloten smart objects. Wat betekent dat? Misschien een heel korte uitleg. De eigenlijke originele afbeelding zit nog als een apart bestand ingesloten. Embedded ingesloten wil zeggen in het huidige Photoshop-document. Dat voegt uiteraard een beetje toe, hè, aan de bulk van het Photoshop-document. Dus die zit daarachter. Je kunt dubbelklikken op de thumbnail van een afbeelding. Voilà, bijvoorbeeld hier. En dan open je het origineel. Dus deze is embedded. Bijvoorbeeld voor de donuts hier weet ik, het gaat handiger zijn als ik daar een linked smart object van maak. Ik kan hier gewoon rechtsklikken, in dit geval op de benaming van de smart layer, zal ik het even noemen. En dan kan ik dat
Converteren naar een linked smart object. Of in dit geval, het is misschien interessanter, want ik heb eigenlijk de link al, kan ik zeggen, relink to file. Dat is misschien interessanter. En dat is eigenlijk exact zoals mensen die InDesign gebruiken. Dat is een link, een koppeling naar een bestand dat ergens anders staat. Dan moet je gewoon wat meer oppassen, uiteraard, met hoe dat je originele links gaat zitten verplaatsen of hernoemen. Het is een beetje gelijk opnieuw bij een InDesign project. Oké, goed, ik ga van start. Ik ga die andere even onzichtbaar maken. Even eerst focussen hier op mijn achtergrondafbeelding. Nu, dat is interessant met die smart object. Ik weet, voor social media, er gaan verschillende formaten gebruikt worden. Mijn achtergrondafbeelding zou interessant zijn, bijvoorbeeld, dat ik hier een vierkant formaat ga gebruiken. Ik ben hier dus in de smart object gedoken. En ik ga voor ratio 1:1, dat zit hier ook als preset met de crop tool. Ik ga daarvoor gaan. Ik ga de breedte hier mooi gelijk zetten. Klein beetje naar onder. En dan heb ik gewoon nog extra beeld nodig onderaan en bovenaan. En dat is ook fantastisch. Dat is één van de redenen waarom de crop tool onderschat is. Content aware aanzetten bovenaan. Dat geeft u eigenlijk de mogelijkheid om dat beeld nu aan te vullen met extra beeld. Photoshop doet dat voor u, analyseert het huidige beeld en kijkt, oké, wat gaan we hier op een slimme manier gaan bijstempelen. En dan doet hij dat. Een paar finishing touches van mezelf zullen ook geen kwaad kunnen. Bijvoorbeeld hier. Oei, dat is niet zo mooi. En ik kan een retouchelaagje maken. Ik doe dat graag niet destructief. Dus ook hier denk ik dan, hoe kan ik dat niet destructief doen? Soms ga ik daar wel ver in, akkoord. Maar dat is zeker mogelijk voor mensen die dat interesseren. Gewoon een nieuwe lege laag. In dit geval kan ik gewoon met de Spot Healing Brush te werk gaan. En hier even over schilderen. En dan gaat hij op die nieuwe laag bij schilderen. Maar dat werkt enkel maar als je dus ook voor die tool Sample All Layers gaat aanzetten. Anders ziet hij niets. Nee, anders kijkt hij maar naar de huidige laag. Ik ga ook eventjes de gewone Healing Brush nemen om bijvoorbeeld, dat kan ook interessant zijn. Ik ga hier Alt-klik voor mijn Source. Ik ga een van die lampjes overnemen en hier bijstempelen. En dat werkt ook redelijk goed, want je gaat de source nemen, maar je gaat wel ook de belichting bijwerken naar de locatie waar je het bijstempelt. Gewoon even quick and dirty, zo'n paar zijn voldoende. Ik kan er nog wat bijwerken, maar dat ziet er goed uit. Hier onderaan, misschien kan ik dat later ook nog doen, maar dat is het voordeel. Ik kan altijd later terugkomen op deze smart object als er nog niet iets goed is. Dus ik ga opslaan en sluiten. Dus ik heb het origineel bewerkt. En nu wordt er in mijn hoofdcompositie wordt de sluiten, ja. In mijn hoofdcompositie wordt dat ook bijgewerkt. Dus je moet even nadenken als ik hier dan met de crop tool achteraf voor andere versies ga gaan, ziet je dat er nog beeld verborgen zit achter het huidige beeld. En dat is een beetje het idee hier van mijn opstelling. Ik kan al wat vlugger wat gaan bijschalen. Of hier in dit geval ga ik hem een klein beetje hoger plaatsen. Goed. Oké. Dus nummer 1. Ik ga mijn brown lunch bag gaan uitsnijden. Zeer belangrijk als je dat gaat uitsnijden hier in een bestaand canvas, zorg dat er niets aflopend is. Oei, eventjes op de juiste laag selecteren. Dat er niets aflopend is van het canvas. Want dat gaat niet zo goed zien als je layermask gaat gaan maken. Dus het is zelfs beter van een klein beetje te klein in dit geval. De object selection tool, daarnet ook gezien in de sessie van elke, zou je perfect voor kunnen gebruiken. Lijkt mij dat dat wel moet lukken. Beetje denkwerk. Ik heb dus gewoon moeten klikken, maar ook voor mensen die de oudere object selection tool gewoon zijn. Je kunt ook nog altijd gewoon een marquee trekken rond iets en dan gaat hij daar binnen de objecten gaan zoeken. En ik ga gewoon even met de Polygon Lasso Tool hier het klein beetje te veel manueel wegsnijden. Zo, dus ik heb met Alt
ingedrukt, gestart aan mijn selectie. Dus dat wil zeggen een subtract. Dat is voldoende. Gewoon even klikken op het layer mask icoon. En daar zijn we. Ik doe een free transform. Zo. En dat mag ongeveer op deze locatie staan. Voilà, perfect. Ziet er goed uit. Ik ga mijn logo daar ook even bij smijten. Voilà. Crop to bounding box. Dat is allemaal goed. Soms kan het interessant zijn om de juiste keuze te maken. Vooral als je gaat later het origineel gaan bewerken. Ik denk voor mijn purpose hier kan ik gewoon op OK drukken. En ik ga hem al hier zetten, maar ik wil hem ook een beetje transformeren. Nu, dat is niet zo duidelijk. Dat is ook een smart object, maar dat is een vector smart object. Omdat hetgeen dat erachter zit, is een Illustrator bestand. Ik kan het al eens tonen als ik hier op dubbel klik op de thumbnail, ga Illustrator openen en mijn object gaat daar dan bewerkbaar zijn. Dat is zeer handig, maar dat heeft een bepaalde beperking in de free transform, of eigenlijk het aantal soorten transformaties dat je kunt doen. Voilà. Illustrator. Ik kom zo dadelijk terug naar Illustrator, dus ik ga het even terugsluiten. Dus dat is een Vector Smart Object. Je kunt dat omzeilen voor bijvoorbeeld, kijk, Free Transform. Misschien kent je die truc met Command of Control. Als je dan één hoekje zou verslepen, dan kun je dat gelijk in perspectief zetten. Dat lukt niet met een Vector Smart Object. En zo zijn er een paar andere dingen ook nog. Als je dat gewoon nog eens rechtsklikken converteert naar een smart object, dan is dat eigenlijk nu een Photoshop document met een Illustrator document in. Dat is een beetje een workaround, maar dat werkt perfect. En dan kun je hier wel dat soort transformaties gaan doen. Dat is hetgeen dat ik wil, want ik wil een beetje op die manier juiste perspectieven gaan kiezen. Ik ga een klein beetje inzoomen. Zo. Ik ga overschakelen hier naar de warp mode. Hier bovenaan. En dan kun je met de warp mode ook gewoon echt nog een beetje meer de schuine vlakken gaan meerekenen als je dat wilt. En even op bevestigen drukken. Ook hier voordeel van het feit dat dat een smart object is. Als je teruggaat naar free transform, dan heb je nog altijd diezelfde bounding boxes, zowel hier als bij de warp modes. En met de curves dat ik hier heb gebruikt, dat heb je niet bij rasterized layers. Dus opnieuw, volledig van dat concept. Goed. Ik ga een keer gewoon eventjes in mijn smart object hier, de seed Photoshop document, daar nog een keer in gaan. Ik ga dat eventjes editen, want ik wil gewoon een klein beetje van de origineel, van die schaduw weg hier bijvoorbeeld. Dat is hier wat te veel voor mij. Opslaan. Sluiten. Als ik terugkom hier, wordt dat geüpdate. Ook hier deze even opslaan en sluiten. En dat zet zich direct door naar mijn hoofdcompositie. Het enige wat ik hier nog wil, is misschien een blending mode. Ik denk als je op zo'n bruine zak gaat drukken, dat dat effectief ook niet diezelfde kleurlevendigheid kan hebben als op wit papier. Dus dat lijkt me wel aanvaardbaar, hetgeen ik hier zie. Goed, ik zie hier inderdaad pop-ups blijkbaar verschijnen, maar ik ga vooral Gel en mijn collega's die laten bekijken. Dat zit al redelijk goed. Ik wil gewoon nog een schaduw, dat maakt het uiteraard ook meer af. Wat kan ik hier doen? Eventjes vlug Ctrl of Command klik op de layer mask, misschien beter van mijn zak. Dan geeft mij de huidige vorm in een selectie. Ik ga eventjes met mijn Polygon Lasso Tool Alt Shift indrukken of Option Shift. En ga ik hier een doorsnede maken met die selectie. Dat is hetgeen overblijft. En ik ga daarvan of daaronder een solid color fill layer steken. Ik doe dat hier in het layers paneel. Je kunt het uiteraard ook bovenaan in het layer menu. Maar gewoon zwart. Dat is echt gewoon een heel makkelijke manier, vind ik persoonlijk. Dan ga ik onder de zak
leggen, misschien een tikkeltje verschuiven naar onder. En dan ga ik de layer mask daarvan selecteren en de feather gewoon een klein beetje zachter maken. Dat is de contactschaduw, gelijk dat we zeggen. Misschien een klein beetje overdrijven, dan jullie het goed zien. Maar het is subtiel, maar het moet er zijn. Kan helpen om dat te doen verkopen. En we hebben ook nog natuurlijk een slagschaduw. Dat kan bijvoorbeeld zoiets zijn. Opnieuw heel quick and dirty. Kan ik dat zo doen? Op zich heb ik dat niet nodig. Ik ga daar even zo doen. Ook hier zou je kunnen een solid color fill layer maken. Oei. Voilà. Zwart. Maar dat moet dan natuurlijk verzachten. Deze. Dus we gaan dat een klein beetje anders doen. Ik ga deze converteren naar een smart object. Dat lijkt omslachtig, maar dat heeft mij een gigantisch voordeel voor het soort blur dat ik wil gebruiken. Onder de blur gallery heb ik een tilt-shift blur. Zeer interessant, maar dat werkt dus enkel maar op smart objects. Ik heb hier een pin. Ik kan die pin gebruiken om dat te verplaatsen. Ik kan dat draaien hier op de bolletjes. En dan kan ik eigenlijk mijn scherp gebied binnen de volle lijn naar een minder scherp gebied, de stippenlijnen, toe gaan en hier de factor van blurriness een beetje gaan vergroten. Voilà. Dat is het. En ik ga nu op OK drukken en misschien een beetje de opacity. Ook multiply voor die schaduw, uiteraard interessant. Een klein beetje lichter, opacity. Ziet er mij goed uit. Kan daar nog op blijven werken. Misschien nog één laatste. Ik denk voor de huidige belichting dat dat wat harder mag. Clair obscuur gewijs, licht donker. Dus ook hier misschien aan de zijkant van de zak. Even een vlugge selectie maken. Zo. Hier mag ik er een beetje ruwer rond, want ook hier kan ik de doorsnede truc gebruiken. Ik heb al de zakomtrek in mijn layer mask. Dus ik druk Command of Control in combinatie met Alt en Shift voor opnieuw doorsnede van twee selecties te gaan maken. Prachtig. Dus dat is het. Ik kan nu zeggen op. Ik wil hier gewoon een brightness contrast. Zo. Voor die zijkant zo wat te doen en misschien wat opletten op de zijkanten. Ik zou kunnen zeggen: oké, misschien dat de layer mask hiervan een klein beetje zachter mag. Maar dan moet ik een beetje opletten, ook hier achteraan een keer goed bijwerken. Voorlopig is dat voldoende. En ik ga alvast deze volledige combinatie even selecteren, dus die hoort er ook nog bij. Rechtsklikken en dan steek ik dat eventjes vlug in een mapje of in een groep. Group from layers. Beetje een organisatie. Brown paper bag. Voilà, dat is allemaal overzichtelijker. Goed. Ja, deze laag heb ik trouwens niet meer nodig. En dat is mijn background layer. Goede benaming, ook altijd handig. En dan gaan we kijken naar de donuts. Ik heb 6 donuts. Dus we gaan daar van alles mee doen. Ik ga die hier apart herorganiseren. Ik ga die dus 6 keer moeten uitsnijden. Of ja, 6 verschillende donuts uitsnijden. Maar ik wil ook verschillende kleuren van donuts. Dus wat ga ik hier doen? Ik ga bijvoorbeeld duplicaten maken. Ik doe nu Ctrl-J of Command-J. Voor wie dit zich afvraagt hoe werkt het met smart objects. Dus hier, ik heb nog altijd dezelfde centrale smart object daarachter zitten. Maar ik heb hier gewoon 6 previews op maat van dit canvas die hier gaan getoond worden. Zo werkt dat. Dus bijvoorbeeld als ik hier in dubbelklik op de thumbnail van een van deze lagen.
En ik wil een kleurwijziging. Ik ga hier starten met. Ik wil een chocodonut. Deze hier. Ik ga hier een kleurtje aanpassen. Goed. Start. Hoe gaan we dat kleur selecteren? Er zijn verschillende manieren, uiteraard. Ik wil een keer een nieuwe tonen. Ik weet bijvoorbeeld hier. Ik ga hier binnen een bepaald kleur gaan zoeken. Dat heeft duidelijk een andere kleur. Ik kan gebruik maken van de Select Color Range. Soms kan dat wel een keer werken, die color range gaan gebruiken. En dan kunt u eigenlijk zeggen, ik wil een bepaald kleur gaan zoeken. Het feit dat ik dat nu al beperkt heb binnen een bepaalde selectie, helpt zeker en vast. En dan kan ik hier kleur selecteren met de plus pipet. Ik kan ook shift indrukken daarvoor. Dan kan ik dan nog een beetje uitbreiden, de huidige kleurbereik. Met de fuzziness kunnen we dat ook nog een beetje gaan bijwerken. Dat ziet er redelijk goed uit voor mij. Ik ga daar al mee werken, dus ik druk hierop oké. Okay. Ik kan dat gebruiken om nu een kleuraanpassing te doen. Ik ga kiezen voor een van mijn favorieten. Dat is de Gradient Map. Toch zeker als het aankomt op monochrome kleuraanpassingen. Eventueel duotonen kun je hier ook mee doen. Maar hier in dit geval monochroom. Ik start van zwart naar wit. Dus wat is dat? Dat is het remapping van de huidige kleuren. Hun helderheid naar een nieuw kleurverloop dat ik zelf ga bepalen. Met de stops onderaan. Voor realistische aanpassingen gaat het altijd van zwart naar wit willen gaan. En gaat uw kleur zelf toevoegen, gewoon klikken onderaan het verloop. Ik heb een nieuwe stop en daar ga ik mijn kleur kiezen. Bruin, dat is eigenlijk oranje, maar een donkere versie ervan. Voilà. Dat is ongeveer de juiste kleur. En die kleurstop, de positie is ook redelijk belangrijk hier. En bijvoorbeeld ha, naar hier toe. Je ziet dat er redelijk mooi uit. En heb dan nog de diamantjes daartussen om ook het middelpunt van die overgang een klein beetje bij te stellen. Het is redelijk intuïtief vanaf dat een beetje leert kennen. In het begin is het misschien nog wat ongemakkelijk. Maar zoals gezegd, ik hou wel van deze manier. Van die gradient map sowieso. Kan je kijken als ik hier Alt klik op de layer mask. En dan kan ik ook nog een keer controleren of ik vind dat het niet volledig goed gedaan is. Ik denk dat ik hier beter te veel over ben gegaan met die color range. Ik kon daar wel nog een beetje optimaliseren. Maar je kunt het nog altijd achteraf gaan bijwerken. Eventueel zelf met de burn tool. Nee, niet de burn tool. Ik ben altijd in de war. De dodge tool kan ook helpen om dat met de dodge tool te doen. Omdat die minder vlug dat zwart gaat doen, maar vooral ook al hetgeen dat al wit is. Zeer handige tool. Je kunt eventueel ook een brush gebruiken met zwart-wit en de juiste blending mode daarop toegepast. Nu, ik zeg het, soms een beetje quick and dirty moeten werken voor het pakketje, maar ik kan dat zeker met gemak nog optimaliseren. Dus ik heb dat opgeslagen en gesloten. Ik ben dus terug in mijn hoofdcompositie, die ik misschien ook hier moet opslaan. Trouwens, dat kan al een handige zijn. Voilà. Boost. Yep. En ik ga even tonen, dus als ik hier die andere lagen onzichtbaar maak, diezelfde kleuraanpassing gebeurt ook daar. En dat wil ik zeker al eens getoond hebben. Ik ga er terug in. Dus ik heb nog andere kleuraanpassingen te doen. Wat is ook nog interessant? Hue saturation, uiteraard. En ga ik even tonen. Ik wil een selectie van het blauw van deze toon uit. Hoe kan ik dat het vlugst doen? Color range, we zitten hier met dat blauw natuurlijk. Dat kan wel gevaarlijk zijn. Ga ik je proberen met de Object Selection Tool. Dat kan interessant zijn. Want dat is op basis van objectherkenning, dus die zou een donut moeten herkennen, alleen het gat binnenin niet zo. En je kunt dan even proberen met een negatieve object selection marquee. Dat mag redelijk ruw zijn, zoals dat je ziet.
Kunt je daar even binnenin gaan. En dat is voor mij al voldoende. Ik hoef niet per se enkel het blauw te doen, want je gaat zien met de hue saturation heb je een beetje speling. Een hue saturation, kleurtintverzadiging in het Nederlands of zoiets, of kleurtoon. Normaal gezien, als je met de hue slider gaat spelen, ja, dan krijg je alle disco kleuren, maar je moet het handje gaan gebruiken of gewoon hier in de kleurkanalen duiken. Het handje vind ik het meest intuïtief. Als je dan gaat klikken en slepen in een kleur, gaat hij enkel maar, je ziet, het kleurkanaal hier gaat veranderd zijn naar het kleur dat je hebt aangeklikt, cyan, blijkbaar. Als ik dat gewoon doe, is dat de saturatie slider. Dat wil ik initieel nog niet. Ik wil de hue slider, de tint. Dus ik ga mijn Control of Command inklikken voor die te gaan verplaatsen. Ik wil bijvoorbeeld een crème of pistache-achtig kleurtje. Dus dat zal een combinatie zijn van in dat cyaan een hue verschuiving, maar de saturatie zal waarschijnlijk ook een beetje moeten zakken. En ik denk dat de lightness hier zeker ook een beetje mag bijdoen. Hier is er geen toets voor. Dus gewoon even zelf dan naar die slider gaan. Voilà. Maar kijk, je ziet, ik heb eigenlijk op een vrij eenvoudige manier die kleuraanpassing kunnen doen. En ik wil er nog eentje. En hier ga ik zelf ook terug een heel ruwe selectie maken met die hue saturation. Het zou moeten lukken, want ik spreek enkel maar bepaalde kleuren aan. Hue saturation hier. Hetzelfde idee. Het handje Control of Command klik en in de roze gewoon een verplaatsing gaan doen. Ik wil meer naar een soort regenboogachtige kleur. Klein beetje oppassen voor die color fringing hier. Dat kan gebeuren. Dat is natuurlijk zo, even onzichtbaar maken. Dat is hier geel in overgang naar dat roze. Dat ziet er zo'n beetje oranje uit. Je kunt in het huidige kleurkanaal, je kunt dat spectrum onderaan een beetje uitbreiden als je dat wilt, zoals je dat hier ziet. Alleen moet ik opletten als ik dat doe, en dan kom ik hier ook in de realm of the color van de dough, de donutkleur zelf. Daar zou ik zeker mee opletten, dus ik een beetje terugschroeven. Of ik kan selectief uiteraard met een zwarte lichte brush in mijn masker een beetje daarover gaan. Je komt daar al vlug mee weg met wat grof werk, zoals dat je hier ziet. Opnieuw, het is een beetje quick and dirty, maar de fine-tuning achteraf, zolang dat je het niet destructief doet, is gemakkelijk. Dat is heel het idee. Dat je dingen doet die je gemakkelijk kunt gaan bijpassen. Ik wil hier gewoon even terug met mijn hue saturation. Ik wil hier nogmaals kleuraanpassingen. Dus dat groen bijvoorbeeld kan ik veranderen. Dit groen. Oh, een beetje meer oranje. Nee, dat heb ik al gehad. Dat is genoeg. Ik heb nu duidelijk verschillende donuts. Goed. Opslaan en sluiten. En dan zijn we klaar voor dingen te gaan uitsnijden. Ik ga opnieuw met Object Selection Tool te werk gaan. Dus ik doe dat nu in mijn hoofdcompositie. Even aanklikken. Een beetje inzoomen als hij het gevonden heeft. Voilà. Opnieuw hier het gat binnenin. En dat doet hij soms moeilijk over. En dan ook bij het bijwerken, soms niet altijd goed. Je kunt ook nog altijd naar je andere tools gaan, uiteraard. De Quick Selection Tool werkt nog altijd ook supergoed, in feite. Dus hier bijvoorbeeld wil ik dat dan even niet opnieuw. Gewoon met de Quick Selection Tool, maar met de Alt-toets kan ik dan even negatief gaan. En dat is het. Ik ga misschien even ook hier deze onzichtbaar maken. Dus Layer Mask toepassen. Klaar. Ik ga naar mijn andere, ook handige tip. Als je Alt klikt op het oogje, dan ga je dan enkel maar die ene laag zien en de andere uitschakelen. Dat wordt hier zeer handig voor hetgeen dat ik moet doen. Dus Object Selection Tool. We gaan daar toch mee starten.
Ja, ik moet altijd een beetje denken, maar ja, relatief gezien is het toch snel. Ook altijd de juiste laag selecteren in dit geval. Dat moet ook wel nog, want als ik hierop ga klikken, dan gaat hij dat aan die laag toekennen. Alt klik op de volgende, dus. Het is een beetje een grinding op dit moment. Kijk, hier van de eerste keer wel juist, misschien dat bolletje niet. Opnieuw. Object Selection Tool en redelijk grof te werk gaan. Je komt er al vlug mee weg. Het is wel een zeer goede tool, moet ik toch zeggen. Layer Mask, Alt klik. Het volgende oogje. Ja, dus ook hier kijken. En dus hier, ja, het is misschien met dat blauw te maken, ik weet het niet. Dus op tijd en stand, gewoon probeer ook gewoon nog een keer je andere tools. En dat werkt soms dan beter. Voilà. Zo. We hebben er redelijk wat nodig, hè, maar dat is deel van de oefening. Want zo dadelijk moeten we er dan zes gaan herschikken. En dan heb ik zeker ook nog een handige tip over hoe dat je vlug van donut naar donut kunt gaan. Sneltoetsen kennen is ook trouwens altijd een handige tip. Daar kun je je werk enorm mee vooruit helpen. Dus de laatste. Oh ja, kijk, voilà. Ik ben al content als dit zo direct door heeft, wat ik wil. Goed. Dus dat mag dan terug allemaal zichtbaar zijn, of bijna allemaal. Nee, allemaal in dit geval. Perfect. Goed. De donuts benoemen is trouwens ook wel handig. Daar mag ik zeker ook even naar kijken. Dat is de rainbow. Het gaat mij helpen om te weten wat dat wat is. Dienen paarsen is paars. Voilà. Dat was de choco. Blauw. Pistache. En rood. Goed, ik ga naar de Move Tool. Ik ben iemand die autoselect uit heeft staan. Voor mensen die dat wel hebben aanstaan, dus hetgeen dat je aanklikt, gaat het verplaatsen. Maar ik vind dat redelijk beperkend, want soms werkt dat tegen, omdat je niet per se iets opaak aan het selecteren bent. Dus ik heb dat uit, maar hier kan het wel handig zijn om te switchen van laag naar laag. Dus wat kunt je doen? Je kunt je command of control indrukken en dan gaat je autoselect tijdelijk aanstaan. Dus zeer, zeer handig in dat geval. Dus ik ga dan ook een free transform doen. Dat is een beetje ambetant, uiteraard. Mijn canvas in zijn entirety wordt hier meegenomen. Geen probleem. Kan er wel een beetje mee werken. Kijk bijvoorbeeld, ik ga naar de volgende. Deze hier, die blauwe, gaat naar hier komen. Ik ga hem willen draaien. Ik heb hier natuurlijk ook mijn middelpunt. Kan al helpen om die in het midden van de donut te zetten. Dan heb ik daar niet zoveel last van. Een beetje kleiner, met Alt ingedrukt, opnieuw rond de ankerpunt. Deze is trouwens ook een beetje te groot. Zo. Als je uw ankerpunten niet ziet staan, dat kan altijd, hè. Dus ik bedoel hier bij de free transform, dat middelpunt. Dat is iets dat je moet aanzetten. Dat is dat vinkje hier, als ik het ja, juist heb. Voilà, deze gaat naar de zijkant. Ah, kijk, voilà. Ja, ik denk dat bij mij standaard uitstond zelf, dus. Zo, zo, zo. Ja, het moet niet dezelfde perfecte compositie zijn als hetgeen dat ik al voor heb gemaakt, uiteraard. Wat ik wel een beetje aan het opmikken ben, is de belichting, hè. Dus het moet wel matchen mijn compositie. Het licht komt duidelijk van boven, is ook redelijk hard. Dus we gaan ook de belichting een beetje moeten bijstellen.
Dus daar let ik wel wat op. En deze komt naar hier. En zo. Mocht je deze smart objects, pardon, deze lagen met leermask omzetten, nog een keer in een smart object, dan heb je dat grote canvas niet. En dan gaat hij dat resizen, die bounding box, naar de huidige size. Maar dat kan soms ook minder handig zijn. Dus je moet een beetje zien. Ik denk dat deze hier moet. Je moet een beetje zien wat dat wat is. Er zijn er dus twee die ik op de achtergrond wil, namelijk deze. Dus trouwens, ik ben aan het Command of Control klikken voor deze juiste laag. Super handig. Dus die gaat achter de brown paper bag en deze ook. En ik ga ook hier folderstructuurtjes maken. Back. En front, dan zijn we direct mee waar dat we zijn. En ook zeer handig, je kunt daar een kleur aan toekennen. Rechtse klik, vooraan wil ik oranje, achteraan wil ik blauw. Helpt u ook om vlugger te zien wat dat wat is. Hoeveel tijd heb ik nog? Dat wil ik even weten. Nog Oké,30 dus minuutjes. ja, dat is perfect. Perfect dat ik al dichter naar het einde zat. Goed. We gaan belichting bijzetten. Dus een klein beetje meer harder donker licht gaan doen. Ik ga er verschillende insteken voor tonen. Ik ga beginnen met deze blauwe hier. En ik ga het ja, de meest domme manier doen, zal ik even zeggen. De meest snel, maar niet per se beste manier. En dat kan met een layer effect zijn. Layer effect, in dit geval een inner shadow. Ik ga even reset to default doen voor mijn basis settings terug te krijgen. Dus we hebben hier in een inner shadow, dan gaat de plaats van een schaduw buiten het object laten vallen, binnenin laten vallen. Ga ik al eerst een keer de distance, mijn opacity heel hoog zetten, mijn size heel laag zetten, om de juiste startsetting even duidelijk te maken. Je ziet hier, dat gebeurt er. Ik heb zwart in multiply, klein beetje minder opacity. Ik heb een bepaalde angle dat ik wil gaan gebruiken. Het licht komt van die positie, mijn schaduwen gaan daar vallen. Dus dat kan ik gebruiken, alleen het gaat een pak subtieler en zachter moeten zijn. Pas op bij die angle, gebruik geen global light als je andere hoeken gaat gebruiken bij andere objecten. Die global light is om bijvoorbeeld één globaal controleerbaar lichtpunt te hebben. Ik wil dat in deze niet, want dan gaat misschien bij die donut terug daarna een klein beetje een ander hoek zijn. Dus dan moet ik die angle nog een keer opnieuw doen. Vanaf dat ik dat uitschakel. Dus die distance, en dat ongeveer zo, maar ook met een bepaalde size, voor dat wat zachter te maken, kan ik daar, ik zeg het, quick and dirty, niet per se de beste manier, maar wel eentje dat, in dit geval zou ik ermee kunnen wegkomen. Ik kan hier trouwens een klein beetje resizen, en deze lijkt me ook veel te groot voor wat het moet zijn. Dus dat is hier de Rainbow Donut en ik wil datzelfde layer effect ook naar daar brengen. Dat is ook handig. Ik kan hier gewoon mijn huidig layer effect dupliceren naar een andere laag. Gewoon de Alt. Nee, de Alt werkt in veel Adobe apps als dupliceren van, afhankelijk van welke actie je gebruikt. Dus ik sleep dat naar de Rainbow. Kijk hier, komt dat goed uit dat ik dat goed heb benoemd. En die staat er ook. Wil ik de hoek lichtjes veranderen, dan even dubbelklikken op inner shadow. Klein beetje meer. Zo bijvoorbeeld. Klaar. Tof. Ik heb er nog een paar te doen, maar ik wil andere manieren ook iets tonen. Laat ons zeggen deze hier. Dat is de roze. Ik ga daar levels voor gebruiken. En met levels zou je dat ook kunnen doen.
Ik selecteer die. Ik ga die ook klippen aan de laag daaronder. Dus even ofwel hier op dat clipping icoontje drukken, ofwel alt klikken tussen de lagen. Niet op een van de twee, maar echt tussen gaat het icoontje zien verschijnen als je alt indrukt gaat klikken. En hier moet ik eigenlijk niet veel doen, buiten de middenpunt slider gaan veranderen. Dus je geeft, als je dat wilt lezen en in een zin kunnen zeggen, dat zijn de donkere tonen, dat zijn de lichte tonen, dat is het middelpunt. Je geeft meer ruimte aan de donkere tonen. Dat is het een beetje. Ik weet dat dat zeer abstract is, zo'n grafiek. Goed. Nu, ik ga dat klein beetje optimizen. Want misschien wil ik mijn belichting van mijn licht wel nog een beetje terugschroeven. Ik wil die levels niet toepassen op waar dan mijn donut eigenlijk wel goed belicht is. Dus dat kan. Dan ga ik dan nog veel meer die donker licht maken. En dat kan door in de levels layer options te gaan. Rechtsklik. Blending options heet het hier, maar ja, hier heet het dan layerstijl bovenaan de venster. Dat is verwarrende terminologie. Maar ik moet in de blending options tabblad zijn van de layerstijls. En dan gaan we naar de blend if. Wie nooit blend if heeft gebruikt, ik denk redelijk wat mensen. Dat is zo een krachtige tool als je het licht hebt gezien en snapt hoe dat werkt. En ik hoop dat ik daar nu al inderdaad een licht op kan werpen. Kijk, wat ga ik doen? Blend if staat er hier. Blend if gray. Dus dat wil eigenlijk eerder zeggen de luminosity, als je dat anders wilt lezen. Je kunt ook in het rood, groen en blauw kanaal duiken. Blend if gray is goed voor mij. En dan heb je twee sliders, this layer of underlying layer. This layer is de levels layer zelf. Daar hebben we niet veel beeld. Dus het is nutloos om daar iets mee te gaan doen. Of we doen er iets mee, maar het gaan niet de juiste dingen zijn. Ik denk dat we willen kijken naar de donut eronder, de underlying layer. Eigenlijk is dat de underlying layers, als ik me niet vergis, ook de meerdere. Wat we wilden gaan doen, je wilt hier, kijk, ik ga even die slider gebruiken. Ik wil die laag uitschakelen of enkel maar gebruiken tussen dat bereik. Het is een bepaalde gray value van dat tot dat, van 0 tot 148 in dit geval. Je ziet dat mijn donut, hè. In plots gaan die levels hier niet meer toegepast worden, maar dat geeft wel een redelijk harde overgang. Omdat in een point slider hier, ja, dat is echt een absoluut punt. Maar je kunt die opentrekken, uiteensplitsen door Alt in te drukken of Option in te drukken. Dan kunnen we gaan terugschroeven. En dat is eigenlijk een soort overgangsgebied, een soort feather van je blend if, als je het zou willen zeggen. Doezelaar voor de Nederlandstalige gebruikers. That's it. Dus eventjes de before en after. Ik heb hem donkerder gemaakt. Ik heb toch dezelfde belichting kunnen behouden aan de reeds goed belichte kanten. Dezelfde blend if truc kan ik ook gebruiken bij bijvoorbeeld hier een chocoladedonut. Ik wil daar een andere. Ik ga nu brightness contrast doen, ik weet, dat is eigenlijk de gemakkelijkste. Dat zou ik eerst moeten getoond hebben. Ik heb hem hier geklipt. Donkerder, meer contrast. Hey, maar opnieuw, je ziet hier, dat is dan misschien iets te sterk voor mijn licht dat ik verlies. Dus ik ga naar mijn blending options en ik ga hier dit gaan doen. En klein beetje hier dan verzachten. En ja, daar ben ik ook tevreden mee. Wat hebben we nog? Dat is een laatste. Even hier klikken. Ja, de paarse. Ik heb er hier nog eentje. Oh, ik denk dat dat gewoon een herhaling zal zijn van een dat ik gebruik. Ik zal in dit geval een keer de belichting veranderen met shadows en highlights. Maar niet op de normale manier. Dus ik heb hier ook al bij Shadows en Highlight de Advanced Options of de Show More Options aanstaan. Dat is belangrijk, anders werkt het niet. Shadows en Highlight is zeer goed om
onderbelichte beelden of beelden die een beetje overbelicht zijn, terug bij te schaven. Zeker gebruiken. Alleen, ik gebruik het in dit geval niet daarvoor. Omdat mijn donuts op dat vlak wel redelijk goed zijn. Als ik dat hier nog zou gaan gebruiken, loop ik het risico dat dat niet goed komt. Wacht, die preview staat aan. Op welke zit ik? Paars, hé. Ja, dacht het al. Mijn venster staat erboven. Dat maakt mijn beeld doffer als ik hier shadows en highlights ga doen. Maar de midtoon verplaatsen bijvoorbeeld kan eentje zijn dat je hier kunt gaan gebruiken. In dat opzicht. Ik denk dat ik misschien hier niets nodig heb. Ik kijken. Ja, misschien ook best hier uitschakelen. Ik denk niet dat dat bij elk beeld zeer goed gaat werken. Dus je moet dat zeker een keer proberen bij andere dingen. Maar hier. Dat werkt en het feit dat dat een smart object is, gaat ervoor zorgen dat dat een smart filter wordt in dit geval. En ook hier, smart filters kan ik, als ik dat wil, verplaatsen, dupliceren met een alt-sleep en dan een beetje forceren dat hij scrolt. En ik wil dat ook naar mijn pistache bijvoorbeeld, die trouwens waarschijnlijk niet met de juiste kant naar het licht staat. Lijkt me wel raar. Oh-oh. Per ongeluk de link tussen de mask weggedaan met het beeld. Oké. Okay. Tot nu toe, we zijn ongeveer bij de echte basis dat ik wou vertellen. Dus ik heb net te horen gekregen dat ik naar het einde toe aan het lopen ben. Dat is perfect. Ik kan ze nog wel een paar finishing touches tonen. Bijvoorbeeld, die helemaal vooraan en achteraan, eigenlijk die pistache mag een pak verder. Dat was de bedoeling. Die gaan een klein beetje uit focus zijn. We gaan dat redelijk makkelijk aanpakken. met een filter. Dus de pistache. Als ik daar nu een filter op zou toepassen, blur, Gaussian blur, dan gaat dat uiteraard blur. Ik denk dat de meesten van ons al een keer een blur gebruikt hebben. Ik keer gaan overdrijven, hè. Alleen, dat is een blur op het beeld, maar niet op de layer mask. Dat is jammer, je kunt dat niet op beiden tegelijkertijd. Dus je moet daar opnieuw de workaround voor gaan gebruiken. In dit geval convert to smart object. Dus misschien lijkt dat een beetje omslachtig in sommige gevallen, maar dat is dan hetgeen dat je hier gaat moeten doen als je dat wilt gaan bereiken. Dus een klein beetje onscherpte hier en dan een keer command-click hier op deze. Dus dat was roze. Net hetzelfde. Dat moet omgezet worden. De levels mee opnemen van deze donut als je dat gaat doen, convert to smart object. Zo. En hier ook diezelfde blur. Je kunt dezelfde settings hergebruiken, want de laatst gebruikte filter staat ook hier bovenaan als je dat wilt. Dus dat kan. In dit geval wil ik misschien zelf nog een klein beetje bijgeven. Hop. En dat is het bijna. Ah, er is nog een donut met een beetje schaduwtekort. De finishing touches zijn redelijk belangrijk. Ook hier, ik zou redelijk quick and dirty kunnen doen. Dus de chocodonut hangt net hier te zweven boven een ondergrond. Ik ga gewoon voor een circular marquee selection. Opnieuw met een gewone solid color zwart multiply. Oei, en pas op. Hé. Door de manier waarop ik gestart ben, is die nu geklipt tussen de reeds geklipte laag. Mee oppassen, gewoon verslepen in de laagconstructie. Ik geef de layer mask een feather, dat mag redelijk zacht zijn. En wat minder opacity. En eventueel nog een iets hardere kern binnenin. Dat hangt een beetje af naar eigen inzien. Schaduwen
zijn soms, het lijkt gemakkelijk, maar je moet er soms een beetje op werken. Maar ik ga dat nu eventjes gewoon aan de kant laten. Is er nog iets dat ik zou willen doen? Ja, een kleine retouche, uiteraard. Hier, die sprinkles zijn er net iets te veel aan, dus die wil ik verwijderen. Even terug naar de Move tool. Dus deze chocoladedonut, eerst en vooral in mijn layer mask, die heb ik niet nodig. Deze. Dus die mogen weg. Een beetje preciezer. Hier mag dat wit zijn, uiteraard. Dat was precies een gat. En er terug uit. Terug alt klikken om eruit te gaan trouwens. En ik ga even in de Smart Object en ik ga een vlugge retouche doen. Dus een snelle retouche, een laag, lege laag. Ik ga naar de. Ben even blind aan het worden. Hier mijn Spot Healing Brush. Klein genoeg trouwens, deze truc. Vanaf dat je een brush aan het gebruiken zijt op Mac, is dat Option en Control. Dus de echte Mac-Control-toets ingedrukt houden. En ook muisknop en dan slepen links, rechts of boven, onder voor de hardheid. Op Windows zult je Alt moeten indrukken en je rechtermuisknop ingedrukt houden. Zo'n beetje verwarrend, maar toch logisch. Omdat de controltoets is, bij wijze van spreken, op Mac een soort rechtermuisknop. Dat is de insteek, denk ik. Even opnieuw, redelijk dirty gedaan. Opstaan en sluiten, en dan zou zich mooi moeten doorzetten naar hier. En ik heb ongetwijfeld nog wat details uit te strijken, hè, maar zijn zeker. Ik ben hier al redelijk content van deze constructie, plus al bij al nog redelijk gemakkelijk georganiseerd, vind ik zelf. Je moet een beetje in dat denken komen, hè, van hoe ga ik dat opbouwen, maar bijvoorbeeld met die smart objects. Je hebt misschien soms wat een bulkier hoofdfile, dat kan zijn. Natuurlijk met die linked file dat ik gebruik, dat kan een hulp zijn. Maar een voordeel, ik heb hier een hele pak kleuraanpassingen kunnen verwerken in deze compositie, zodanig dat dat hier uit mijn hoofdcompositie blijft en een beetje leesbaarder wordt, hetgeen dat ik hier aan het gebruiken ben. Het is soms niet alleen. Hoe moet ik iets doen, maar hoe moet ik het doen, kan soms ook belangrijk zijn. En ik hoop dat ik beiden een beetje heb kunnen bijbrengen bij deze. Gaat dit ook nog zien terugkomen voor wie nog naar de sessie kijkt van Sean in After Effects. Die gaat hier iets anders mee doen met deze compositie. Ik denk dat ik ongeveer ben uitverteld. Ik zou nog extra dingen kunnen tonen, hè, maar ik denk dat dat hier wel een mooi pakketje is geweest. Dus als er vragen zijn, dan wil ik die gerust beantwoorden. Oei. We voorlopig alle vragen beantwoord. Oké. Okay. Maar moest er, ik kan de verder optie niet vinden bij die schaduw. Welke schaduw? Ah, juist. Je moet de layer mask icon eerst geselecteerd hebben. Anders gaat dat niet lukken. De chocodonut, even zoeken. Dus daaronder heb ik de schaduw daarvan. Dat is als ik hier de adjustment layer icon, als ik het zo mag benoemen, selecteer. Dan ga ik daar niets zien. Dat is eigenlijk gewoon als ik daarop zou dubbelklikken, kan ik een andere color kiezen. Maar je hebt er altijd een layer mask aan verbonden. En als je die selecteert, kun je de verder gaan verplaatsen. Via het properties paneel, uiteraard. Ik zou dat inderdaad durven niet vermelden, omdat dat properties paneel volgens mij ook standaard daar staat, maar ik kan me vergissen. Misschien heb ik al zodanig lang in die layout werk. Het zou kunnen zijn dat, kijk, Essentials Default, als ik een keer zou durven resetten. Ja, zie, hij staat hier dan wel, normaal gezien.
Ja, een keer een paar. Paneeltjes is te veel, maar bon. Andere vragen? Dat was een vraag zo net van Justin. Top. Ja, geen vragen, is goed nieuws. Denk ik dan. Fantastisch. Werd de new smart object via copy uitgelegd? Nee, dat werd niet uitgelegd. Ik wil dat wel een keer uitleggen. Soms heb je een beeld met verschillende taalversies, bijvoorbeeld. Ja, dat is een goede opmerking. Dat is in deze context misschien al niet zo evident van uit te leggen, maar stel nu dan een keer toe met Misschien gewoon bijvoorbeeld. het verschil tussen smart objects kopiëren en new smart object via copy. Wel, maar ik ga een keer een voorbeeldje maken. Hey, dus smart, gewoon smart. Dat is voldoende. Smart. Dat is gewoon tekst, hè? Dat kennen we wel. Voilà. Ik ga het wat groter zetten. En ik ga dit converteren naar, ik zeg nu maar iets, naar een smart object. Bijvoorbeeld, waarom zou ik dat willen doen? Omdat ik dan opnieuw mijn free transform kan ik zoiets doen. Yeah. Oké. Okay. Ik heb mijn verkeerde toets aangeraakt. Nee, het was niet escape, maar bon. Goed. Voilà, dat staat dan hier. Dus als ik dit tekst wil aanpassen, dan kan ik dat hier doen. In mijn smart object. Stupid. Ik ga natuurlijk mijn canvas een klein beetje moeten bijwerken. Clear the crop tool. Opslaan, sluiten. Ja, ik weet het. Voilà. Dus stel nu dat ik dat voor twee heb. Stupid, stupid. En ik doe datzelfde opnieuw. Zeg een woord. Oké, Donut. okay. Donut. Origineel. Hoe kom je daarop? Dus hé, dat is hier het concept. Handig als je dat weet in te zetten op die manier. Eén smart object op meerdere locaties, de max. Bijvoorbeeld, ik gebruik dat dan, ik zeg nu maar iets, een reflectie. We moeten wel een beetje forceren. Ja. Een reflectie op een glazen oppervlak bijvoorbeeld. Kan zeer handig zijn. Maar inderdaad, stel nu dat je dat niet wilt, en je wilt niet dat als je dat aanpast, je smart object, dat dat twee keer gebeurt, dan moet je een ander soort kopie maken. Dan ga je een nieuw smart object maken. Dus het achterliggende is een nieuw object. Door het kopiëren van deze laag. Dat kan zeer verwarrend lijken, die terminologie, maar dat is heel het idee. Als ik dat nu ga aanpassen, dan do not. Oei, do not. Ik denk hier. Dat is het concept of het idee. Ja, je kunt redelijk wat trucerijen doen met die smart objects. Hè. Ik doe dat meestal met een rechtse klik. Dat is het meest dichtbij zijnde, vind ik. Maar je kunt converteren naar een smart object van iets. Je kunt een smart object omzetten naar een linked of terug naar een embedded. Je kunt dan, als dat gelinkt is, relinken naar een andere source file of naar een library graphic, in een CC library graphic. Reset transformation is trouwens ook een handige. Vanaf dat je met smart objects werkt, dan kun je transformatie terug ongedaan maken als het volledig fout blijkt te zijn. Ja, dat is vrij nieuw. Ja, dat is vrij nieuw. En wat dat ook nieuw is trouwens, is dat je nu kunt zeggen convert to layers. Hè? Ja, en dat je dan kunt Uitpakken. ont-smart objecten uitpakken. Ja, ik zou het zo zeggen. Wat ik ook wel zeer handig vind, want soms moet ik een keer zo een stapje doen waarin het toch goed Heeft uitkomt. hij dan naar gepixelde lagen Ja. gezet, zijn tekst? Nee, dat was raar, hè?
Ik denk dat ik best eerst mijn transform reset en dan reset to layers. Kijk je kijken, ik convert to layers. Hier. Ah, ik heb gewoon op ja geklikt. Dus ik moet hier op nee klikken. Doe dat niet zo vaak. Bon. Soms klikt er gewoon direct op ja als je zo'n dialoogvenster krijgt. Misschien niet altijd het slimste.